Every day I'm shuffling. Yo guys en welkom bij een nieuwe commentary van MG Masterful. Ik zeg jullie snel welke klas ik ga gebruiken voor deze random class episode. Het is als primary weapon de FAMAS met infrared scope, als secondary de ASP zonder attachments, lethal, Semtex, tactical, decoy en equipment en claymore. Als drie perks heb ik lightweight, sleight of hand en second chance en mijn killstreaks zijn dan counter spy plane, care package en sentry gun. Ik ga deze klas in elkaar zetten en ik zie jullie dadelijk. Houdoe. Yo guys en welkom bij een nieuwe commentary van MG Masterful. Ik ben Jill en ik breng u vandaag de derde episode van Random Class Generator op Black Ops, een live commentary, de derde dus zoals ik al zei. Ik heb hier op random gestemd, want ik ben altijd random. Eigenlijk vind ik geen een van de twee maps heel goed, Hanoi vind ik niet echt zo heel goed. En Ray vind ik ook niet echt zo heel... Ja, ik vind Ray toch beter dan Hanoi. Ik heb dan toch op random gestemd. Kijk, ja, mijn headstop PS3 staat uit. Dit is dus de class die we gaan gebruiken. En het wordt dus Hanoi, just annoys me, voor de mensen die Engels kennen. Ik ben alles aan het recorden, zie ik. Ja, mijn Arcsoft staat open. Ja, ik ben alles perfect aan het recorden. Dus dan kunnen wij ook perfect beginnen. Zo. De klas die ik vandaag ga gebruiken is... Tromgeroffel is de FAMAS met infrared scope of infrared scope. Maar sommigen zeggen infrared, maar dat is eigenlijk niet juist. Het is denk ik infrared scope. Ja, daarmee gaan we spelen. Secondary gewoon de ASP. Terug met second chance. Ik denk dat elke episode al mijn second chance geweest is. Ik weet ook niet waarom. 5, 4, 3, 2... 1 en go. Hier zijn we dan vertrokken. Even gewoon A meenemen voor de teamsport bots. Vele mensen vragen mij waarom doe je dit niet op MW3. En dan zeg ik gewoon doodsimpel. Ja, op MW3 is het allemaal best wel redelijk kut. Want daar moet je alles gaan unlocken. Dus zoals ik al zei, hier in Black Ops kan je gewoon de attachments kopen en heb je ze. Maar in Black Ops moet je dus echt alles gaan... in Black Ops, zeg ik nu, sorry. Verontschuldigingen in MW3 moet je dus echt alles gaan recorden. En ik denk dat ik daar ergens... Oh shit, dat is echt niet makkelijk. En ja, daar moet je dus echt alles gaan recorden. Wat dat je dan... recorden, what the fuck, wat ben ik hier allemaal aan het zeggen? Daar moet je dan alles gaan vrijspelen. En dat vind ik echt niet tof. Hier kan je gewoon je attachments kopen. En klaar is Casey. Of hoe zeggen ze dat? Ja, oh, ik dacht dat ik flash had. Waarom hoor ik daar een decoy? Dat gaat eigenlijk niks uit doen. Ik ga ze eigenlijk alleen maar lokken. In het begin van Black Ops waren die decoys echt heel tof. Iedereen trapte erin. Dat was juist zoals als met MW3 bij die airdrop traps. Iedereen in het begin trapte er ook in. En nu niemand niet meer. Nu mocht je eigenlijk al blij zijn. Als je gewoon één... Oh, fuck. Kut. Oh shit man. Oh, zit er iemand op zee? Granaatje op zee? Oh, kom. Kom, ik weet dat je wilt komen. Ah ja, oké. Nee. Dat moet ik dus niet proberen. Wat je wel kan doen met de infraredscope is dus je adem inhouden. Dat kan je wel doen. Dus dat is eigenlijk nog één punt. Zie, van afstand kan je dan zo'n beetje burst fire. En eigenlijk zo heel slecht schiet hij niet. Ik had het slechter verwacht voor een... infrared scope, eerlijk gezegd. En ik weet niet wie dat er mee hier aan het killen is. Oh, die daar. Ik ga toch proberen al mijn killstreak één keer te halen. En godverdomme kut. Ik ga toch proberen om mijn killstreaks allemaal één keer te halen. Mijn killstreak zijn counter UAV, counter spy plane dus. Oh, we hebben een SR-71. Dat komt handig, vind best. Dus counter UAV. Wat nog? Counter UAV. Laat mij even denken, want ik weet het echt helemaal niet meer. Shame on me. Counter UAV. En wat nog? Ah, kut zeg. Wat zit er in de lucht? Oh ja. Kijk. Die gaan we eruit mollen met mijn ESP. Kijk. En maar daar komt iemand op de Blackbird, zie ik. Oh, iemand is hier aan het freaken.
Oh, en die enemy die heeft niks door. Noob. Kijk op je minimap. Echt waar. Goeie tip mensen, kijk op je minimap. Vooral altijd doen op je minimap kijken. Want dat is de clue tot goed spelen. Op je... Nee. Of ja, niet gekild worden door een attack helikopter is ook wel de clue van goed spelen eigenlijk. Godverdomme, wat zijn die attack... Die hebben het altijd op mij gemunt, lijkt wel. Kom, oh, kom aan. Die second chance, ik ben het echt niet gewoon. Ik heb dan gewoon... Want als ik dan denk, ja, oh, fuck, zie je maar, ik ben dood. Dan heb ik het, de gewoonte van, ja, ik kan toch niks meer terugdoen. Maar ja, met second chance kan je dan nog... oh, woehoe, you got just owned, boy. Maar met second chance kan je dan nog, zogezegd, eigenlijk je leven redden. Maar ik ben dan niet echt gewoon dat je dan nog kan zeggen dat je leven kan redden. En dat is een bericht op mijn gsm. Waarom krijg ik altijd tijdens commentaries berichten? Waarom ben ik zo'n popular boy? Shit. Oh, fuck. Nee. Oh. Ja, ik heb hem. Ah, noob. Oh. Kijk, kom, we gaan die camper gaan halen. Kom, we gaan die camper halen. Eerst daar een decoy gooien, dat is een beetje verward is. En hier. Dan wil ik hem dan gaan dropshotten. Oh, oeh. Oeh, you got trolled, son. You got trolled, son. Oeh. En wie? Oh. Oh, een enemy. Oh, headshot op een enemy. Oeh, dat is wel tof. Up. En nu gaan ze van hier komen. Daar dan toch wel een claymore zetten. Beste. Ik zie nog eentje voor mijn care package. En wie weet komt er uit die care package dan chopper gunner of zo. Wie weet. Kan altijd. Spyplane is in de air. Ik heb bijna geen kogels meer. Mijn infrared scope, godverdomme. Maar ik spring naar beneden. Als een echte held. Oh, heeft hij mij getomahawkt? Dat wil ik even kijken. Oh ja, oké, seems legit. Niet echt, maar ja, dat boeit niet. Als je elk spel legit gaat moeten nemen. Oh fuck, zie, dat bedoel ik dus. Dat trekt direct op niks, die infrared scope. Kom, kan ik ze iemand long range mollen in second chance? Oh, spijtig. Ik was op hem aan het schieten, godverdomme. Ik heb al iemand gekilled in second chance. Ik heb al iemand laten ragen vandaag. Plus 200 als je sentry gun inkalt, shit. Oh, maar jij niet, ze makker. Oh, spyplane. Oh. Ja, iets minder dan ik had gehoord. Maar, tja. Kan niet altijd pro zijn. En daar molt mijn sentry gun er al iemand. Dat is toch ook al iets. En hier zit ook iemand. Waar zit hij te campen? Oeh, AFK. En die gaat door mijn claymore lopen. Oh nee, die wordt niet gekild door mijn claymore. Maar hier, ik kill hem wel zo. Oh. Ah, die had ik ook. Geluk. En dan ga ik met... Ja, sentry gun, jij doet hier wel nog wat werk. Friendly's pipeline inbound. Nu zie ik dus waar ze zitten. Ja, daar. Nee, daar ga ik niet op schieten. Die kan ik toch niet meer halen. Nu kan ik hem wel halen. Hopla, care package. Shit. Hop, nog eens een sentry gun. Die gaan we gaan mollen met mijn ASP, als dat lukt. Dat lukt zeker, mijn headshot, bam. Hop. Na. Oh no, we lost Bravo. No. Oh shit. Oh fuck. Daar gaan we mijn sentry gun doen. Ook mijn care package. 29 om 9, jongens. Met de infrared scope. Shit. Als ze daar geen groen duimpje voor kunnen krijgen, weet ik het ook niet. Oh, terug een spyplane. What the fuck, jongen. Oh shit, ik had even gewoon spyplane kunnen instellen om mij altijd spyplane te geven uit care package. Fucking kut care package. Oh. Is daar iemand achter? Oh. Op dit lange stuk niet.
Ik dacht hier mijn centrigun neer te zetten, maar dan, toen dacht ik van, toch niet. En hier zit er hierboven eentje. Misschien dat ik die zo kan mooi hebben met een flexigrenade. Oeh, nee, dat lukt mij niet. Spijtig. Misschien dat ik hem kan misleiden met een decoy. Misschien, misschien, wie weet. En die, dat ik dan hier mensen kan trappen. Wie weet. Kom, waar zijn al die kutjes hier? Hier een claymore neerzetten. Perfect. Is dat ook een... Ja, oké, okay, dat is ook een... Wow, waar werd ik? Raak! Shit. Oh, die is nog mooi. Maar de truc is, jongens, met infraredscope, als je schiet, gaat je crosshair dus helemaal naar boven. Maar als je dus met je rechter joystick dat een beetje tegenhoudt, dan is het best, valt die recoil echt best wel nog mee. Is eigenlijk zo'n beetje dezelfde recoil als, ik weet niet of dat mensen ooit met die gun gespeeld hebben, als de RPK. Zo'n beetje diezelfde recoil. En hier ga ik een mooie flexi triple kill krijgen normaal. Double kill is ook al goed. Oh, die heb ik nog. Kom jongen, kom. Als jij hier komt, heb ik u. Maar je durft niet. Durf je niet. Oh, oh, heb je die fire rate gezien, man? Oeh, dat was... Oeh, precies dat daar rapid fire op stond. Hopla. Ik ben een baas. Ik ben een baas. Ja, ik ben een fucking baas. I'm a G, I'm a G, I'm a G. La 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 la. Hier, jongen. Eigenlijk ben ik best goed bezig. Zo voor een infraredscope. En hier ga ik claymore neerzetten. Misschien best. We lost B. Oh, daar is een. Oh. Waar ik erop shotte, maar ik moest niet echt meer. Kom, kom G's, kom G's, kom, kom even mee. Oh nee, juist niet op tijd, shit. Hier jongen, get dropshotted. Ah, fuck dat, fuck dat. Ah, shit, 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 shit. 37 om 14. Dat is al iets minder, maar maakt niet uit. Ik heb toch nog altijd redelijk goed positief. En dat is wat telt. Dat is wat telt. Kijk, ik hield nu terug een beetje die recoil mee naar beneden. En dan valt het eigenlijk best wel nog mee. Oh. Jongens, meisjes. Ik dank jullie om te kijken. Mijn crosshair staat juist zo op iemand om neer te knallen. 38 om 14, 1 capture, 2 defense. Jongens, ik dank jullie om te kijken. En zeker en vast tot de volgende thumbs up. Auw. Wil je vorige commentary terugkijken of heb je deze gemist? Klik dan op vorige video. Als je wil verrast worden, dan moet je zeker...